Het komende jaar is van grote belang voor Suriname met de algemene, vrije en geheime verkiezingen die op zondag 25 mei 2025 plaatsvinden. Deze verkiezingen bieden burgers de kans om te stemmen onder een vernieuwd en rechtvaardiger kiesstelsel. President Chandrika Persat Santokhi kondigde deze datum gisteren formeel aan tijdens de jaarrede in de Nationale Assemblée. De wijziging van de kiesregeling van het districtenstelsel naar een landelijk kiesstelsel zorgt voor gelijkheid in de stemmen van alle burgers, ongeacht de locatie. Dit onderwerp is altijd gevoelig geweest. En dit onrechtvaardig systeem is vanwege vele voordelen gehandhaafd gebleven. Historisch is het dat alle fracties binnen de Nationale Assemblée overeenstemming bereikten over een landelijke evenredigheid. Hierdoor krijgen alle politieke partijen, groot en klein, een eerlijke kans om vertegenwoordigd te worden in het parlement. Thans worden politieke partijen met landelijke evenredigheid gestimuleerd om programma's te ontwikkelen die het gehele land aanspreken in plaats van te richten op specifieke districten. Dit bevordert nationale eenheid en cohesie, aangezien politieke partijen het hele electoraat moeten aanspreken. Om de verkiezingsactiviteiten en besluitvorming in de gaten te houden, is er een presidentieel monitoringsteam ingesteld. De structuren voor effectieve monitoring bestaan uit een cluster van ministers, het onafhankelijk kiesbureau en het centraal hoofdstembureau, gaf het staatshoofd te kennen. Voorzitter, het behoud van Surinames reputatie als een democratisch en transparant land staat hoog in het vaandel en we zullen alles aan doen om te garanderen dat deze verkiezingen eerlijk, vrij en ordelijk verlopen. Wij zullen internationale waarnemers uitnodigen om het eerlijke verloop van onze verkiezingen te waarborgen, zodat de stem van ons volk volledig tot zijn recht komt. De president verzekert dat de verkiezingen eerlijk, vrij en ordelijk zullen verlopen.